Welkom bij een rondje Parklaan, alweer de 8e aflevering. En terwijl wij de afgelopen weken hebben genoten van onze zomervakantie, is er in Ede heel hard gewerkt door de aannemer en heel veel werkmensen aan de Parklaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe staat het er nu voor? Liggen we op schema en wat gaan we de komende tijd ervan merken? Bijvoorbeeld hier op de nieuwe kazernelaan. Ik sta hier met Mark van aannemer van Gelder. Wij hebben de afgelopen weken genoten van onze zomervakantie. Hoe is het bij jullie gegaan tijdens het werk? Nou, bij ons zijn er inderdaad ook een hoop collega's die hebben genoten van de zomervakantie. Maar er zijn ook een hele hoop collega's die hebben doorgewerkt in de zomervakantie. Om het kruispunt de Emmalaan, Aculaan, Bennekomseweg gereed te maken. Ja, dit was vandaag voor de jongens zwaar, omdat het weer niet helemaal mee zat deze zomer, zoals de meesten wel gewerkt hebben. Desondanks is het op tijd klaargekomen en zijn alle werkzaamheden afgerond voor de eindmijlpaal. En ja, dat is wel een complimentje waard voor de jongens buiten. En we staan hier op de nieuwe kazernelaan. Hier achter ons wordt er gewerkt. Kun je eens vertellen wat hier gaat gebeuren? Ja, zeker. Hier gaan we de oude weg opbreken. En dan zou het vervangen worden en dan komt de straatwerk in op de meeste plekken. En dan wordt het een fietsstraat. Tevens lift de aannemer van de gaslift ook mee. En die maakt de gasleiding erin. Dus ja, straks ligt er en een nieuwe gasleiding en een nieuwe weg. Dus dan wordt het een mooi fietsstraat wordt dit. Oké, dat is goed te horen. Ik heb ook begrepen dat er voor Bennekom de komende tijd wat staat te gebeuren. Met een beetje goed nieuws erin zelfs. Ja, nou wat daar aan de hand is, is dat de gemeente heeft in Bennekom moet ook nog een rotonde gemaakt worden bij de Baron van Wassenaarweg. Hier hebben ze voor gekozen om dit uit te voeren eigenlijk tegelijkertijdig met de werkzaamheden van de Parklaan. Dit omdat dan we al één baan verkeer hebben van Ede naar Bennekom. En niet de weg nog een keer afgesloten zou moeten worden voor het volgende project, net nadat de Parklaan geopend zou zijn. Dus ja, dat is op zich goed nieuws dat dat gecombineerd wordt en daardoor de overlast wordt verminderd. Neemt niet weg dat er voor de Bennekommers ook wel wat overlast zou zijn. Nou, dankjewel. Zo te horen schiet het werk behoorlijk goed op. Dankjewel. Ik sta hier met Peter Tuinier. Peter, jij bent ambulancemedewerker in Ede en omgeving. Kun je eens vertellen wat jij zoal doet? Ja, naast het rijden op de ambulance ben ik ook verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van onze regio in het westgedeelte. En daarin is ook een belangrijk onderdeel. Dus ik begrijp dat jij soms op de stoel van de chauffeur van de ambulance zit, maar soms ook aan tafel om te overleggen. Ja dat klopt. Wij zijn om de week hier betrokken bij dit project. Dit is een van de projecten waar wij zeker bij betrokken moeten worden. Dat behoorlijke impact is op onze aanrijdtijden. Nou, dat kan ik me voorstellen, want er gebeurt hier nogal wat aan de Parklaan. Wat merken jullie daarvan? Hebben jullie er veel last van? Nou, omdat we goed in gesprek zijn, hebben we er natuurlijk last van. Maar ja, we weten ook wel dat het gewoon moet gebeuren. En we proberen door die gesprekken goed te zorgen dat we zo min mogelijk last van hebben. Dus we hebben er wel degelijk last van, maar tot het minimum. Nou heb ik wel eens van bewoners gehoord die zeggen, joh, zet hierachter aan het eind van bij die rotonde, zet daar een verkeerslicht neer, zodat af en toe ook autoverkeer uit Bennekom naar Ede kan. Wat vinden jullie daarvan als ambulancedienst? Ja, wij kunnen dat heel goed voorstellen dat men dat heel graag wil. Maar het grote probleem is dat als wij een inzet hebben richting Bennekom, voordat het verkeer weer tegengehouden is, dan kost het ons zoveel tijd om te wachten. Die hebben we niet en elke seconde telt ook bij ons. Heb je vertrouwen dat het zo goed blijft gaan of zijn er nog aandachtspunten die je meegeeft? Nou, we hebben aandachtspunten gehad en die hebben we meegenomen in de gesprekken. En daar wordt ook meteen wat mee gedaan. Dus in die zin loopt het goed. Oké, dankjewel. Dat was hem weer. Deze aflevering zit erop. We hopen dat je het interessant vond. We hebben je laten zien dat tijdens de werkzaamheden aan de Parklaan Ede bereikbaar blijft. Voor de auto's, de fietsers en ook voor de hulpdiensten. Heb je nou nog vragen over deze aflevering of andere zaken die met de Parklaan te maken hebben? Laat ze achter in de comments en wie weet gaan we daar een volgende aflevering op in. In de tussentijd kun je natuurlijk ook terecht op parklaan.ede.nl voor alle informatie over dit project. Tot de volgende keer!